Het KWF in Emmen heeft samen met Emmen Gezond van de gemeente Emmen schaduwdoeken geplaatst bij basisscholen in de gemeente. Een van de doeken hangt bij OBS Het Eenspan in Emmen. Zoals je ziet uh, hangt hij achter een heel mooi schaduwdoek. Uh, het schaduwdoek is gesponsord door, uh, door het KWF. Wij hebben vorig jaar een donatie gekregen uit de samenloop verhoop, die is helaas niet doorgegaan, maar er is toch een stuk geld uitgekomen. En wij wilden heel graag wat doen om de kinderen te beschermen. De kinderen spelen in de zon uh, en eigenlijk op het heetst van de dag. En dat wil je liever niet, want het is niet zo goed voor je, de zon. Aan de ene kant heel lekker dat hij schijnt, aan de andere kant als je verbrand doet pijn, is niet leuk en het is ook gewoon niet goed voor je huid. Ik ben natuurlijk enorm blij dat uh, met deze actie van KWF... Uh, dat ze gewoon op heel veel scholen uh, zonderdoeken ter beschikking stellen. En daar zijn we natuurlijk als school heel erg blij mee. En uh, ik denk dat dat ook gewoon een hele mooie, hele goede actie is... om op deze manier uh, nou, ook aandacht hiervoor uh, voor te vragen. Dus ja, dat kan ik alleen maar toejuichen. We zitten toch wel hier op, het, op dit schoolplein in een redelijke bakoven, zeg ik altijd al. We hebben één, één grote schaduwplek en dat is een hele mooie grote boom op het schoolplein. Maar goed, ja, onze kinderen spelen ook best wel wat buiten, vooral de kleinere kinderen... Ja, en dan als je dan uh, nou hier bijvoorbeeld in zo'n zandbak ziet en geen enkele streepje schaduw hebt, ja, dan, dan is het voor kinderen best wel heel lastig. Naast dat het heel warm wordt, is het natuurlijk ook niet heel erg gezond. En dat niet gezond is misschien wel het meest onderbelicht. Als je op jonge leeftijd verbrandt is de kans op huidkanker op latere leeftijd namelijk groter. Nou, als je klein bent, dan, dan groei je natuurlijk nog heel snel. Hè? Al je cellen vermenigvuldigen zich dan ook extra snel. Dus elke cel die beschadigt in, uh, nou, tijdens je groei, ja, die vermenigvuldigt zich dan ook beschadigd. En de kans op huidkanker wordt daarmee ja, vergroot. Het is bij collega's zeker wel bekend, bij ouders ook wel bekend. Alleen natuurlijk, uh, ja, je hebt het met kinderen tijdens de, de natuurlessen wel over, over zonkracht en over nou ja, hoe het werkt met de zon. Alleen uh, ja, of dat bij kinderen heel erg bewust is, nee, dat denk ik niet. Uh, wij uh, we denken er altijd netjes aan. Hey, als we naar buiten gaan, we gaan naar het strand, dan nemen we een fles zonnebrandcreme mee. Die gebruiken we één keer, zetten we daarna in de tas en gebruiken we vervolgens de rest van de dag niet meer. Dat willen we eigenlijk liever niet. Altijd als je buiten bent, als je in de zon bent, smeer je in. Doe dat elke twee uur. Dan blijf je ook goed beschermd. Ja, wij vragen wel aan de ouders om kinderen wel regelmatig in te smeren. Er zijn ook heel veel kinderen die ook wel zelf zonnebrand meenemen. Dus daar, daar, daar wordt zeker aandacht aan besteed. Het effect van de doeken is dat de kinderen een plek hebben waar ze kunnen schuilen tegen de zon. Het smeren blijft gewoon heel belangrijk, want ook kinderen zitten gewoon niet stil. Dus ze zitten niet een half uur onder dat doek. Nou, het resultaat is dat wij heel veel uh, uh, meer spelende kinderen in de zandbak hebben, omdat het toch, uh, toch wel een verkoelende werking heeft. En uh, je merkt het niet alleen bij de kleuters, maar ook bijvoorbeeld tussen de middag als de kinderen buiten aan het spelen zijn, dat zelfs bovenbalgroepen nou lekker in de zandbak aan het spelen zijn, omdat het gewoon lekker een koel cool plekje is. Ook volwassenen moeten gewoon blijven smeren en het liefst tussen 12 en 3 uit de zon blijven.